Hi, mijn naam is Demir Philippa. Uit de voorgaande slides heb je al gezien dat er een aantal initiatieven bestaan voor de daklozen binnen San Francisco, zoals The Hand Up, St. Anthony's Dining Room en One Shower at a Time. Deze zijn echt geweldige initiatieven voor de daklozen zelf, want het biedt hun echt mogelijkheden aan die ze van zichzelf niet hebben of die voor zichzelf niet kunnen regelen. Maar deze activiteiten, of ja, deze initiatieven eigenlijk, geven de daklozen binnen San Francisco eigenlijk een heel passieve rol. Het is als het ware dat de gemeenschap voor hun moet zorgen. Voor de tweede oplossing heb ik bedacht om juist de rol een beetje om te draaien en de daklozen een meer actieve rol geven binnen de gemeenschap zelf. Uit een artikel uit 2011 bleek dat er rond de 31.000 lege panden staan in San Francisco. Het concept dat ik heb bedacht is eigenlijk om deze lege panden, of een aantal van deze lege panden, in samenwerking met de daklozen en professionals natuurlijk, nieuwe homeless shelters gaan maken, of ja, restaureren eigenlijk, zodat de daklozen ook gewoon een huis krijgen om in te wonen. Dit initiatief biedt een aantal mogelijkheden aan voor de langdurige functioneren binnen het gemeenschap voor de daklozen zelf. Wat wij eigenlijk hiermee willen bereiken is 1. Dat de daklozen echt een actieve rol geven in het verbeteren van hun eigen levensomstandigheid. Wat we hiermee willen zeggen is dat als iemand actief bezig is en het zelf kan inzien dat waar ze mee bezig zijn een positief en een verbeterende rol heeft in hun eigen leven en ook in de gemeenschap, dat we hier meer enthousiasme opwekken binnen de gemeenschap zelf en voor de daklozen zelf. Op de langdurige termijn van dit project laten we de daklozen in samenwerking met professionals dan die lege gebouwen restaureren in woonbare huizen en woonbare gebouwen voor de daklozen, dat ze 1. Al een dak boven hun hoofd hebben, dat ze niet op straat moeten gaan wonen en dat we hun motiveren en stimuleren om of nieuwe vaardigheden aan te leren of het verbeteren van hun eigen vaardigheid. Dit doen we bijvoorbeeld om een aantal daklozen die er behoefte aan hebben of interesse in tonen, om bijvoorbeeld samen met de elektricien, de elektra, de elektrische dingen dat gewoon bij kon kijken, bij een nieuwe pand verbouwen en die lichten aanzetten, et cetera. Of het schilderen van de muren, het leggen van nieuwe vloeren en zo, dat ze gewoon met de professionals mee gaan lopen en dat ze hiermee gewoon nieuwe vaardigheden kunnen leren. Door het leren van nieuwe vaardigheden, wanneer het pand gewoon klaar is en dat ze in kunnen wonen, dit biedt hen ook de mogelijkheid aan van hun aangeleerde vaardigheid om op de arbeidsmarkt te kunnen komen. Dit geeft hun ook gewoon een sense of belonging eigenlijk, vinden we. Dat zij echt gewoon voor iets kunnen werken en hebben gewerkt waar ze gewoon trots op kunnen zijn. En niet alleen dat zij ook op die manier meer in aanraking komt met de gemeenschap buiten zich heen. Wat we ook eigenlijk hiermee willen bereiken is dat, omdat er een best negatieve blik staat op de daklozen zelf, dat ze een heel ander beeld projecteren naar de buitenwereld toe, naar de normale gemeenschap, als je dat wil zeggen. Want het is wel, wij kennen dat allemaal, als je gewoon naar een dakloze kijkt die heel de tijd moet bedelen voor hun geld en zo, dan hebben we altijd zo'n afkeer voor de manier waarop ze leven eigenlijk. Maar als wij kunnen zien dat zij echt gewoon voor hun eigen dingen kunnen zorgen en dat ze inderdaad echt gewoon werken voor wat ze hebben, dat geeft een hele andere perspectief en een heel ander blik op de daklozen zelf. En dat ze ook gewoon meer worden gewaardeerd vanuit onze kant van de gemeenschap naar hun toe. Wat ook heel positief van dit concept is eigenlijk, dat het ook voor de stadsbeeld een hele positieve werking heeft. Omdat het hoeft niet alleen te blijven bij de homeless shelters opbouwen voor de daklozen zelf. Alleen
het kan ook zo zijn dat als zij er gewoon, als het gewoon een succes is voor hun, dat zij ook gewoon door kunnen groeien om de andere lege panden ook te gaan restaureren.